heb ik staan. Staat hij nu aan? Ja, ik hoor hem. Ja. Oké. Okay. Dames en heren, welkom bij Room for Discussion. Een nieuw seizoen en we zijn weer terug in de E-hal, daar waar we thuis horen. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast, de heer Van der Veer. De heer Van der Veer begon zijn studie werkdagbouwkunde in Delft en maakte deze studie met economie af in Rotterdam. En snel begon hij bij Shell. Waar hij de raffinaderij van Pernis leidde en na verschillende leidinggevende functies was hij onder meer CEO van een van de grootste bedrijven ter wereld, Royal Dutch Shell. In 2013 nam hij afscheid van Shell en tegenwoordig is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING en Koninklijke Philips. Dames en heren, Jeroen van der Veer, zullen wij samen kijken naar geopolitiek, leiderschap en de toekomst van energie. Voor u allen in de zaal, u bent uitgenodigd om naar de publieksmicrofoon te komen en mee te doen in de discussie via Twitter en gebruik te maken van hashtag RFD. Dit is Elwin van Rooijen, mijn naam is Donald Krijken. Dames en heren, een hartelijk applaus en veel plezier voor Jeroen van der Veer. Ja, goedemiddag meneer Van der Veer, welkom ook namens mij hier op de UvA bij Room for Discussion. Het werd in de introductie door Donald al even gezegd. U heeft jarenlang een miljardenbedrijf geleid, een van de grootste bedrijven ter wereld. U bent waarschijnlijk de hele wereld over geweest. U heeft ontzettend interessante mensen ontmoet, maar dan vraag ik me af, ziet u uw vrienden van vroeger dan nog wel? Ja hoor. Ja? Ja, ik ben altijd... Eigenlijk typisch Delft, natuurlijk een hoop ingenieurs die spreiden zich over de wereld. Niet omdat ze al bij Shell ging werken, maar veel mensen kozen. Ik ben ook naar Delft gegaan, eigenlijk omdat ik in het buitenland wilde werken. En je realiseerde toen al dat op de middelbare school dat je dan best een technische studie kon doen. En er zijn er ook heel veel van mijn studentenverenigingen, van mijn studentenhuis, die hebben ook in de hele wereld gewerkt. Maar wij gaan nog steeds... Om het andere jaar ga ik met mijn club op vakantie. Dan nemen we de partners ook mee en de vrouwen. Dit jaar is heel interessant. Gaan we naar Armenië en Georgië. Oké. Dat is ongeveer dichtbij. Exotische bestemming, maar wel dichtbij. Ja, dus we hebben heel wat gedaan. Dus om het andere jaar doen we dat. En dat doen we al zo'n 20 of 30 jaar lang. Oké. En bent u dan nog steeds dezelfde student uit Delft? Of bent u dan opeens de voorzitter raad van commissarissen die aan tafel zit met de andere voorzitters? Onderling blijft de harde feedback blijft overeind staan. Dus, en heeft u een voorbeeld van harde feedback die vrienden wel eens... Nou, niet direct, maar... Nee, maar dat is... Natuurlijk, we zijn allemaal wat ouder. Maar ja, we hebben natuurlijk allemaal verschillende ervaringen. Maar het is wel leuk als je met zo'n groep bent. Als je natuurlijk moet het dit jaar weer eens doen, want niet gaat iedereen altijd mee. Maar het aantal verschillende landen waar de mensen hebben gewerkt is enorm. En ook hele verschillende werelddelen. Dus ja, dat geeft vaak toch hele leuke discussies ook. Ja. Dus u heeft eigenlijk nooit echt moeite mee gehad om te switchen van boardroom naar keukentafel. Maar hoe heeft u dan dicht bij uzelf gehouden, ondanks die verantwoordelijke positie die u heeft? Ik denk, je moet nooit te veel hechten aan het ambt. Hè? Dus op het moment dat ik CEO was bij Shell, dus ik ben deze week al een paar keer naar Den Haag geweest, dus dan moet je dus naar instanties daar. Ja, dan pak ik dus gewoon mijn oude fiets. En, dus niet met de tankpas naar wat voor instanties gaat u dan in Den Haag? Nou, ik ben bijvoorbeeld voorzitter van het platform Beta Techniek. Mm-hmm. En daar ontvang ik, omdat het ook midden in Den Haag ligt, dus daar ontvang je ook wel eens andere mensen. En je moet nog wel eens door de aard van mijn nevenwerkzaamheden, moet je nog wel eens op ministeries zijn. Ja, oké. Okay. En uw nevenwerkzaamheden, Daar valt dan onder ook dit commissariaat bij ING en commissariaat, maar ik doe dus ook dingen in de cultuursector. Concertgebouw begreep ik, ja. En losse klussen. Ja. Is dat anders een overstap van de olie- en gasindustrie fulltime naar de banksector, naar de elektronica? Ja, ik vind dat wel. Dus als je bij een bedrijf zit, hoef je niet eens CEO voor te zijn, maar
Vooral als je aan de bovenkant van het bedrijf zit, ergens is het heel makkelijk. Je staat heel vroeg op, je hebt vaak slaaptekort. En dan begin je aan Shell en dan doe je s'avonds het licht uit en dan gaat Shell op slot. En er wordt ook heel veel weekenden gewerkt. Maar er zit een heel apparaat om je heen, dus je hebt secretaresses die dat allemaal precies plannen. Altijd het vervoer is geregeld, dus nou, je weet als de auto stilhoudt dat je ergens bent, dan moet je dan zijn. En dan... Ging dat ook vandaag zo hier? Of, ja. Nee hoor, dus, ja, toevallig nu wel, maar dat heeft een andere reden. Okay, ja, okay. Je hebt allemaal stukken, die zitten netjes in mappen en die moet je maar zorgen dat je gelezen hebt. Dat is ongeveer het leven van een CEO. En tegenwoordig maar nu moet je denken van, nou, ik ben vanochtend even bij ING geweest, nou, dan ben ik hier. En ik ga straks nog iets anders doen. Ja, dus je schakelt in totaal verschillende werelden. En de kunst is ook, niemand die nu zegt van, kijk, vroeger, mijn agenda klopt altijd, want de secretaresse die weet, heeft wel een gevoel van wat de hoogste prioriteiten heeft. Maar nu moet je bedenken, is ING belangrijker dan het nationale toneel? He? Nou, de enige die beslissing kan nemen, ben ik zelf. Dus je moet er eigenlijk opeens heel veel dingen toch zelf organiseren. En gelukkig kan ik het nog wel, maar ik ben altijd een beetje bezorgd dat ik een dubbele afspraak maak. En gelukkig heeft u de prioriteit vandaag hier in Amsterdam gelegd. Laten we teruggaan naar waar u begon, nadat u klaar was met studeren. U begon vrij snel in 1971, als ik het goed heb, in Pernis. En 2 jaar later, in 1973, vond opeens de olieboycott plaats. De OPEC-landen die zeiden, Nederland, succes met jullie autoloze zondag. Hoe was dat voor u? Nou, dat was even voor de goede orde. Er zat nog een stukje militaire dienst tussen, maar dat sla ik over. Die olieboycott, dat was... ik was toen een jong ingenieur. En ik zat toen aan het proces ontwerpen voor raffinaderijen. Dus als je dus langs Pernis rijdt, dan zie je overal van die... Dat heette kolommen en pijpen en pompen ertussen. Dat is ongeveer de essentie van een raffinaderij. En ik had eigenlijk een tamelijk... natuurlijk als jong ingenieur. Mijn eerste project was eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Maar... en dat, natuurlijk de anderen hadden veel grotere projecten. Maar wat er dus gebeurde in 1973, in die onzekere wereld, werden heel veel van die grote projecten gecanceld. Dus toen had ik godzijdank wel een project, wat inderdaad, dat heb ik ontworpen, dat is opgestart en het deed het. Dat is dus ook allemaal heel fijn. En dat was een project in Frankrijk, dus altijd als ik daar nog in de buurt ben, dan... dan kijk ik daarnaar. Dus dat voelt wel goed. Maar het was wel indrukwekkend, want je kreeg die autoloze zondag. En dan realiseer je opeens hoe belangrijk energie voor een samenleving is. Het komt dan heel dichtbij bij iedereen. Nou, we denken daar een beetje met folklore over terug, dat je op de snelweg kon wandelen. Maar zo voelde dat zijn de fotootjes nu, maar zo voelde dat niet bij de mensen. Je had echt zo'n gevoel, waar gaat dit naartoe? Overigens, daar komen jullie straks waarschijnlijk wel op. Je hebt nu ook waarschijnlijk een gevoel, waar gaat dit naartoe met alle moeilijkheden in de wereld? Maar dat gevoel hadden we toen ook. En had u toen al door wat voor strategisch belang energie had en zou krijgen? Want absoluut. Was dat eigenlijk de eerste keer dat zo sterk tot uiting kwam, dat energie zo belangrijk was? Of moeten we daarvoor verder terug de geschiedenis in? Vroeger lazen wij nog boeken. Ja. Maar als je... Toen reden we nog met paard en wagen, dus dan hadden we geen auto. Nee, maar als je dus de geschiedenis van de 20e eeuw, dan weet je zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog hoe ontzettend belangrijk energie was. En dat was wel ontzettend duidelijk. Mm-hmm. En, dus dat was geen verrassing. En als startend ingenieur vond u dan frustrerend dat u met uw technische kennis eigenlijk een beetje, misschien niet u, maar uw collega's werden... eigenlijk gefrustreerd door zo'n politiek gekissebis, dat u niet meer gewoon uw werk kon doen in Pernis. Ja, maar ook in die tijd, hoe was het? Dus je had dus opeens minder mensen nodig in procesontwerp. Nou, zo'n sociaal bedrijf is vrij flexibel. Ja, overigens zei dat tijd lang, ik was dus net aangenomen na mij, dan droogde het dus even op met het aannemen van mensen, wat natuurlijk heel vervelend is. Voor die mensen die toen afstudeerden. Ja. Het tweede, dan word je dus gezet op kostenbezuinigingen of het bijwerken van de manuals. Of, er komen allerlei oplossingen. Maar je kon niet gaan zitten vieren fluiten. Maar op dat moment, want u ziet toch, er gebeurt iets heel groots. U ziet de collega's dingen doen. Beseft u dan ook in 1973, ik heb werktuigbouwkunde gedaan, ik heb economie gestudeerd. Maar ik mis toch een politieke achtergrond die ik misschien nodig zou hebben om het hier succesvol te maken.
Nee, ik was, toen ik 71 was afgestudeerd, toen ben ik pas daarna aan de avonduren economie gaan studeren. In Rotterdam, voor jullie in de goede... Ja. En dat eigenlijk was het aanvankelijk idee om alleen propenduizen te doen. En ik vond het eigenlijk wel een leuke studie. Maar dus wat... toen dacht ik, kandidaat, zo is het verder gegaan. Maar dat deed je dus in de avonduren. En dat kon toen ook heel goed in de avonduren. Ja. Maar als u dan toch die politiek volgt en u ziet dat het zo'n grote invloed heeft op uw werk, ook voor Shell, denkt u dan niet... Was ik maar in Leiden gaan studeren, dan was ik hier een politicoloog. Had ik internationale betrekkingen gehad. En had ik hier bij Shell daar de dienst kunnen uitmaken. Dan kan ik in de gemeenteraad van Bunnik zitten. Ik wil niemand verdedigen. Nee, ik was... ik was meer... Ik wilde gewoon ontzettend graag naar het buitenland. Dat was één hoofdthema. En ik realiseerde me ook wel dat als je speelde met een gedachte... van kan ik ooit een eigen bedrijf, want dat was geen consultancy, ik vond iets produceren en iets maken, vond ik een aantrekkelijke gedachte. En ik dacht, als ik dat ooit overweeg, dan is het wel aardig iets van die techniek weet. Maar er waren twee dingen waar ik dus niks van af wist. A, is gewoon economie en boekhouden. Dat was ook een beetje de doelstelling waarom ik die economie hier ging studeren. En het tweede is, ja, je hebt in Delft allemaal dingen geleerd, maar als je dus... een fabriek zou willen beginnen, dan heb je dus allemaal mensen op de werkvloer nodig. En ja, hoe zitten die mensen precies in elkaar? Wat motiveert hun? En daarom ben ik ook, toen ik dus 2 jaar op de afdeling procesontwerp had gezeten, heb ik gevraagd of ik naar Pernis kon in het onderhoud. En ik had gevraagd of ik daar dus gewoon, dat heette dan een lijnbaas, in feite moet ik zeggen een lijnbaasje. En je bent dus eerst een klein baasje van een onderhoudsploeg. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, want dan kom je daar en je bent dan al één keer even geweest. Dan staan op maandagmorgen en dan val je dus in voor een andere lijnbaas. En dan staan er dus 12 van die enorm sterke Rotterdammers. En die zeggen met een grote glimlach, en wat moeten wij doen? Nou, je hebt natuurlijk geen idee. En dat mocht u zeggen toen u... ja, hoe oud was u toen? Ik was toen nog vrij jong. Ik was dus, 25 of 26 of zo. Ja. En zij luisterde naar dat kleine baasje. Ja, nee, ze helpen je ook wel mee. Ja, okay. Dat is het aardige. Maar ja, er zit ook een stuk van die typisch een beetje vaak sarcastische Rotterdamse humor in. Maar dan ga je door een enorme leercurve. En ik heb daar fantastische tijd gehad. Ja. En uiteindelijk was ik toen op vrij jonge leeftijd, leidde je al echt hele grote projecten. Waar je dus heel veel van die mensen had. En dat is een ervaring waar ik eigenlijk Shell enorm dankbaar voor ben. Dat je zo'n goede kans al hebt gekregen op jonge leeftijd om leiding te mogen geven. Ja. Dat is een van de problemen als ik naar jullie kijk en deze generatie. Wat mij opvalt is dat over het algemeen, al die systemen bij die bedrijven zijn heel eerlijk. Maar voordat ze het eerst een leiding geven of een manager worden over andere mensen, dat duurt over het algemeen veel langer dan vroeger. Dus wij krijgen niet de kansen die u toen kreeg? Ja, jullie krijgen weer andere kansen. Maar ik denk dat het leidinggeven, met name van mensen die niet gestudeerd hebben, want dat zijn er ook minder dan vroeger, hè, is natuurlijk toch anders dan mensen die gestudeerd hebben en eigenlijk ook jouw baan hadden willen hebben. Maar dus gewoon zo'n hele werkvloer met de eigen vakbondslogica die daar zit, waar je toch heel veel respect voor krijgt hoe die wereld in elkaar zit. Ja, dat zijn echt hele goede bouwstenen. Maar die zijn gewoon minder mogelijk. Ook omdat ze minder fabrieken hebben en allemaal dat soort dingen. Ja. Dus u heeft daar op de werkvloer heel veel geleerd. Ja. Had u toen in 1973 ook al door, ten tijde van die crisis, dat dergelijke situaties om andere strategieën vragen? Dat Shell met andere scenario's rekening moet houden? Ja, ik denk dat... je kreeg vroeger, volgens mij is het trouwens nog steeds zo... kreeg je een soort algemene een cursus bij Shell in je eerste paar jaar, hoe Shell in elkaar zat en wat een aantal van de standaard werksystemen waren. Nou, dat vond toen plaats in Londen, dat was natuurlijk prachtig. Dan ga je dus met jongeren, of het algemeen mensen die gestudeerd hebben, over de hele wereld, die komen een week in Londen bij elkaar. En dan leerde je voor het eerst over Shell scenario's. Daar kan je natuurlijk heel lang over praten. Maar het mooie Shell-scenario's was, dat leerde je toen al, dat was geen voorspelling van de toekomst, maar in feite hoe je met onzekerheden om kan gaan. En dat is een scenario. Het kan zo zijn en het kan zo zijn. En wat kunnen wij nou doen dat onder beide scenario's het bedrijf er goed voor staat? En je realiseert je dat je direct een internationaal jargon hebt met een Japanner die daar zit of een Nigeriaan. Heb je dus dat je een soort gemeenschappelijke gebruikstaal krijgt om met je onzekerheid omgaan.
Ja, ik vind het nog steeds een fantastisch concept. En Shell gebruikt het nog steeds. Shell-klasje bestaat nog steeds, zeg ja, maar. Ja, volgens mij wel. Ja. Laten we gaan naar de dag van vandaag. Ook deze onzekerheid bestaat nog steeds. U bent nu voorzitter raad van commissarissen, ING, Philips, heeft banden met Shell. Kort geleden, op 17 juli, gebeurde iets tragisch. Het ongeluk met MH17 boven Oekraïne. Er waren zowel werknemers van Shell als ING als Philips aan boord. En ook van de TU Delft, waar ik en van ook voorzitter de TU Delft. Was. Hoe heeft u dat destijds ervaren? Nou, het was... Wat voelde u daarbij? Nou, je kwam, ik geloof om een uur of 7, 8 was het duidelijk dat er het vliegtuig was neergestort. Er waren toen al schattingen van Nederlanders die toen nog lager waren. Maar ik dacht, ik ken de vlucht, want de vlucht gaat van Schiphol naar Maleisië, wat een hele goede overstap is naar Australië. De vlucht zelf ook gemaakt, dus je denkt, oh jee. Hè, dat gaat er echt letterlijk door je hoofd, je realiseert je direct met name dat er een grote kans was dat er mensen van Shell zouden zitten. Enerzijds omdat wij vrij veel, ook internationaal, we hebben vrij veel groot bedrijf in Maleisië en in Australië. En die mensen die bijvoorbeeld naar het hoofdkantoor zijn geweest of andere redenen, ja, die gebruiken allemaal die vlucht. Dat weet je gewoon uit je hoofd. Ja, dus dat is gewoon een enorme schrik. Of nog erger, het is haast onvoorstelbaar. En het totale gevoel van machteloosheid. Nou, en dan ga je dus direct... er komen al die bedrijven, die hebben in feite standaard communicatieprocessen. Dat alle commissarissen moeten op de hoogte gesteld worden. En u zelf? Al dat soort dingen. U zelf dacht u toen op dat moment, u heeft veel meegemaakt in de afgelopen 50 jaar misschien. Op het gebied van energie, geopolitiek, dacht u, dit gaat een heel groot ding worden. Dit wordt een grote zaak, Rusland, Europese Unie. Ja, ik heb het al in feite al voordat ik naar bed ging. Wat ik eigenlijk normaal haast nooit doe, heb ik nog even snel CNN gecheckt en zo om te kijken. Je wist niet nog precies toen wat er is gebeurd, voor zover we dat nu wel weten. Maar het was natuurlijk toch duidelijk dat het vliegtuig is niet spontaan uit de lucht gevallen. Niemand die dat op dat moment dacht. Ik weet niet wat jullie dachten, maar dat dacht ik nou helemaal niet. Ja, dus afgezien van de enorme tragedie en voor alle betrokken mensen, beseft hij ook dat links of rechtsom dit waarschijnlijk ook allerlei complicerende politieke gevolgen zou hebben. En dat is ook gebleken. Ja. En dan had je vervolgens het rampgebied en dat was een enorm gedoe om dat af te sluiten. En dat was eigenlijk min of meer in de achtertuin van Vladimir Poetin. Hoe vindt u dat hij heeft gehandeld? Nou, ik vind het eerste is dat onze premier, die communiceerde eigenlijk heel goed op dat moment. Ja, en hij gebracht al, volgens mij de dag tot na, heeft hij al gezegd, ja, het gaat dus om 3 stappen. We willen dus eerst zorgen dat we de lichamen kunnen bergen. Mm-hmm. En dan willen we onderzoeken hoe is dit gekomen en wie zijn de schuldigen. En dan kan je pas over straffen plaatsvinden. Ja. Dat vond ik heel, heel verstandig van de premier. Want op dat moment, en dat is nu volgens mij nog steeds niet duidelijk, zijn die separatisten daar verantwoordelijk voor? Zijn de Russen? Of zit het verhaal nog moeilijker in elkaar? Ja, dus ik denk dat hij daar een stuk rust mee inbracht. Maar los ik denk van dat het interessant is van de Russische kant, want wat mij eigenlijk nog steeds verwondert, maar nog steeds is het zo, dat de lezing die wij hebben deze week bijvoorbeeld in de kranten, dan zeggen wij een onafhankelijk onderzoek, die heeft dan in mijn ogen heel voorzichtig een deelrapport enzovoort. Maar als je dan terugleest wat er nu in de Russische kranten staat, ja, dat kan je gewoon uit de Engelse kranten halen, trouwens ik zag ook in de Nederlandse krant samenvattingen hebben. Geeft dus de Russische media, die geven een hele andere wending aan tot nu toe wat er is gebeurd. Ik dacht dat onrustige situaties, dat iedereen zijn zaak kan spinnen. Maar ik had gedacht, nou jeetje, anno 2014 met Twitters en internet en YouTubes. Het verbaasde mij toch wel enigszins dat er nog de twee versies nog zo ver uit elkaar liggen. Ja. Dat er nog steeds zo'n propaganda mogelijk is in een land eigenlijk. Maar toch, als we dan kijken dat Poetin eigenlijk binnen 1 dag Georgië kan,
kan annexeren binnen een paar dagen de Krim, maar niet nou, in staat niet, is niet om... Georgië heeft ze niet gedaan. Nou, het is vrij snel gegaan toen, in ieder geval. Ja. Maar een klein rampgebied afsluiten, dat was toch niet mogelijk. Vindt u dat pijnlijk dat hij dat niet heeft kunnen doen? Niet onze Nederlandse landgenoten daar heeft kunnen beschermen? Ik weet niet genoeg, het is wel een ander land. Ja, dus ik denk dat je twee dingen gescheiden moet houden. Het vliegtuig is dus neergeschoten. En de wrakstukken, dat is het tweede, die zijn op Oekraïens grondgebied gekomen. En daar was op dat moment in feite een burgeroorlog. Ja. Dat is nogal wat om een ander land om daar in te grijpen. Maar dat is ook de vraag of dat überhaupt staatsrechtelijk kon. Dus maar met staatsrechtelijke zaken, die neemt Poetin überhaupt niet zo serieus. Dus dat hebben we eerder al wel meegemaakt. Het gaat er mij meer om dat ik denk van als in België een vliegtuig zou neerstorten, dan zouden wij toch ook wel ervoor zorgen dat er daar onafhankelijk onderzoek plaats kan vinden. En Rusland is blijkbaar toch niet in staat gebleken om dat te realiseren. Ondanks dat ze een enorme krijgsmacht hebben. Nou, ik ga daar geen oordeel over uitspreken. Want of die Oekraïners op dat moment meer hadden kunnen doen. Maar wat vindt u van de Russische aanpak? Vindt u dat een vorm van leiderschap tonen? Vindt u het leiderschap? Want u zegt zelf, dat gaat over soevereiniteit van de staat. Daar kunnen we ook over oordelen. Op dit moment blijkt ook dat de soevereiniteit van Oekraïne niet altijd gerespecteerd wordt. Waarom op dit moment niet en op dat moment dan wel? Nou, kijk, de westerse visie is dat de Russen, dus met de hele problematiek die daar speelt, bijzonder veel te maken hebben. Als je de Russische kranten leest, dan zegt dus in feite de Russische leidinggevers, die zeggen, wij hebben die separatisten, ik kan het nauwelijks zeggen, die hebben we niet aan een touwtje. En dan zegt het Westen, ja, maar je geeft ze wel wapens en dat en dat en dat. Maar ja, dus dit is zo'n voorbeeld van zo'n debat, je kan er zo naar kijken en zo naar kijken. Kijk, het enige is, en dan neemt het Westen dus sancties en dan gaan de Russen weer tegen sancties nemen. En je maakt waarschijnlijk de Russen alleen maar bozer. Ja, dat is tenminste zoals ik dat interpreteer. Moeten we daar bang voor zijn? Om de Russen, moeten we daar heel bang voor zijn dan? Nou, ik denk, daar kom ik dadelijk even op. Ondertussen gaat de populariteit van president Poetin en de administratie vrij sterk omhoog. Aannemende dat dat betrouwbaar wordt gemeten, maar ik heb alle reden om dat aan te nemen. En dus nu zijn we op een kant bezig van escalatie, wat geen oplossing brengt. En uiteindelijk moet je toch naar diplomatieke oplossingen komen. Ja, want eindeloos sancties en mensen zenuwachtiger maken is veel schadelijker voor de wereld. Dus ik ben veel meer voor dat je dus enorm nadenkt hoe je diplomatieke oplossingen kan bevorderen in plaats van over elkaar te buitelen dan sancties. En wat voor invulling zou je daaraan willen geven? Want diplomatie met Russen, dat is tot op het heden niet altijd even makkelijk gebleken. Hoe pak je dat aan? Ik denk dat vaak je hebt natuurlijk de logische instantie in de wereld is de Verenigde Naties, zeker de Veiligheidsraad of mensen die zij benoemen. Hun track record is gemengd. Ze hebben ook wel, ik denk met Joegoslavië hebben ze het heel redelijk gedaan. Maar dat was Holbrooke. Ik denk dat een andere mogelijkheid waar je aan kon denken is Duitsland. 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 Ja, dus je hebt Merkel, mevrouw Merkel of mensen die mevrouw Merkel aanwijst. Die, afgezien van het feit dat zij Russisch spreken. Maar er zijn wel meer mensen, denk ik, in de wereld die echt zo'n zaak kunnen brokeren. Maar je moet het dus ombuigen van een soort verlies-verlies-strategie. Daar zitten we dus nu in. Hoe je dus naar een win-win-strategie komt. En je moet realiseren dat als je naar een diplomatieke oplossing komt, is dat niet Rusland en de rest van de wereld. Het is natuurlijk Rusland, Oekraïne en die separatisten. Ik blijf dit weer. Dat is een ingewikkeld woord. Dat is niet één groepje met één leider en een systeem. Nee, dat compliceert natuurlijk enorm die situatie. Maar we zitten in ieder geval niet in het Nash-evenwicht op dit moment. We zitten in ieder geval niet in het Nash-evenwicht op dit moment, volgens u. U heeft bij Shell ook gewerkt met allerlei lastige ethische vraagstukken. Er komt er ook een moment van principes, lijkt mij. Vindt u niet dat er ook een principekwestie is in het geval van MH17, in het geval van de soevereiniteit van Oekraïne? Ja, je hebt dus, ik heb er ook eentje in Buitenhof genoemd. Kijk, als regeringen sancties afspreken, moet je daar gewoon aan houden. Punt uit. Wat je wel hoopt, alvorens sancties worden als het ware bedacht en worden afgekondigd, dat de regering natuurlijk wel nagaat wat de mogelijke consequenties zijn
tweeërlei. Enerzijds voor Nederlandse burgers of bedrijven die hier gevestigd zijn. En ook even internationaal kijken. Ik vind dat we ook zo moeten denken. Plus dat je ook weet dat iedere sanctie roept waarschijnlijk tegensancties op. Dat is dus één. Maar ja, uiteindelijk, de politiek is de baas. Nou, dat moet je wel realiseren. Zo werkt de hiërarchie van de samenleving. Dan over het eigen bedrijf. Nou, natuurlijk hebben we business principles. Dat heeft niet alleen Shell, heeft Philips ook, en ING. Maar die zijn primair, ben je verantwoordelijk dat die business principles in je eigen bedrijf worden toegepast. En dan kan je nog één stapje verder gaan. Je kan zeggen, jij bent de leverancier van mijn bedrijf. En wij vinden bijvoorbeeld in Shell dat er geen kinderarbeid mag gebeuren. Ik vind het redelijk dat ik aan mijn leverancier kan zeggen, wij willen geen kinderarbeid hebben. En dan vragen we ook, en dan zeggen we, Donald, hoe kunnen wij dat checken? Ja? Want we geloven je niet direct op je blauwe ogen. Dus met andere woorden, wat zit daar voor een systeem? Maar dat is dus wat je kan doen als bedrijf. Ik vind niet dat je als bedrijf een soort totale politieke partij bent, die maar allerlei dingen afkondigt en roept voor dingen die jezelf niet aangaan. Als je overigens de businessprincipes binnen je eigen bedrijf niet kan handhaven, ja, dan moet je of denken dat je het heel snel voor elkaar krijgt, of je moet zeggen, luister eens, we kunnen daar niet werken. En stel, u zou niet in de positie van een bedrijf zitten, maar u zou in de positie van de politiek zitten. Vindt u dan dat de sancties onmiddellijk moeten stoppen? Nou, wat ik op Buitenhof heb gezegd, is dat ik geloof dus niet in dat de huidige escalering van sancties een diplomatieke oplossing sneller dichterbij brengen. Maar dat is ook een heel diplomatiek antwoord. Dat is ook zo, maar dat is wel precies waar het om draait. Met andere woorden, als je dat decodeert, sancties zijn geen doel op zichzelf. Ze moeten alleen maar een middel zijn om die diplomatieke oplossing dichterbij te krijgen. En dat zie ik dus nu niet. Dus daardoor zet ik grote vraagtekens achter een escalatie van sancties. Dus moeten de sancties zoals die er nu dan zijn zo blijven? Of vindt u dat het moet worden afgezwakt of helemaal overboord worden gegooid? Ik denk de sancties die je nu hebt, die zijn er nu. Ik denk dat, met alle respect, die zijn dan afgekondigd. Of dat dan goed of fout is, dat maakt even niks uit. We zijn waar we zijn. Als je zegt, op dit moment we gaan de sancties afzwakken. Ik zou dat als politicus niet aan de bevolking kunnen uitleggen. Nee. We zijn waar we zijn. Ik vond verstandig dit weekend dat de nieuwe sancties, ik weet niet wat de status vandaag is, maar die zijn volgens mij zeer tijdelijk opgeschort. Mm-hmm. Om te kijken of dat bestand de Oekraïne kon handhaven. Nou, dat leek mij een relatief positieve ontwikkeling. Maar ja, dat window moet je dan gebruiken om uiteindelijk, ik denk dat dat binnen kamers moet, en hopelijk kunnen die Duitsers daar een rol spelen. Ja, om van eerst krijg je dan een bestand, dan krijg je dat er minder wapens naartoe gaan, dat helpt enorm. Realiseer je dat er al een groot vluchtelingenprobleem zit, wat ook altijd weer zijn eigen complicaties geeft. Als één iemand een fout setje geeft, dan kan de hele zaak weer barsten. Ja, dus je moet enorm oppassen. Je loopt dus langs de edge of the cliff, zo te zeggen, dat je kan alsmaar indonderen. Maar laten we hopen dat we een tijdje er langs kunnen lopen en dan langzamerhand op veiliger terrein komen. Oké. En u heeft de naam van Rutte al even genoemd, Merkel, Veiligheidsraad. We hebben natuurlijk een andere Nederlandse man die hier ook wel een rol in heeft gespeeld. Frans Timmermans, met een indrukwekkende speech bij de VN. Wat vond u daarvan? Ja, ik denk dat het hele Nederlandse kabinet, als ik het wat hard zeg, die kwamen eindelijk eens een keer als een goed team over. Maar het is wel jammer dat je dat door deze tragische gebeurtenis dat gebeurde, maar het was niet alleen de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Ik vind dus ook, er was een hoge zichtbaarheid van de andere kabinetsleden. Dat speelt natuurlijk op de achtergrond. Justitie moet aangestuurd worden voor de opsporing. Er zijn natuurlijk heel veel deeldossiers die bij andere ministers terechtkomen. Ik vind eigenlijk dat we dat heel goed hebben gedaan. Ik denk dat het zeker heeft geholpen dat onze minister Timmermans een krachtige toespraak in mijn ogen de Verenigde Naties heeft gegeven. En heeft hem dat ook geholpen bij zijn nieuwe baantje bij de Europese Commissie? Nou, daar mag je niet zo laatdunkend over praten. Dit is een nieuwe commissioner, Donald. Ja. Jullie praten ook alsmaar over Rutte en Poetin. Ik heb geleerd bij Shell, het is president Poetin en premier Rutte en
minister Timmermans. Hè? Ja. Dat is een nieuwe generatie. Hè? Maar ja. denkt u wel van... minister Timmermans heeft zich goed vertoond in de internationale media. Heeft een goede rol vertolkt namens Nederland. Ja. En mede daarom willen we hem een niveautje hoger. Ja. Daar kunnen we over discussiëren. Nou, je kan in ieder geval snel leren, dat zie ik. Maar dat, weet ik niet. Timmermans stond al eigenlijk een hele tijd. Het was een tijd lang als Timmermans was. Maar er was natuurlijk de hoop dat hij dan die positie van Lady Ashton zou krijgen. Dus de buitenlandbaan. Nou, dat is niet doorgegaan. Toen was het tijd lang, was het Jeroen Dijsselbloem. En ik weet niet, ik zit daar, dat zit waarschijnlijk allemaal in het hoofd van onze premier Rutte en een aantal ambtenaren. Ik weet niet hoe dat gaat. Ja. Maar u bent natuurlijk ook commissaris bij het Concertgebouw. Is dat een beetje in de foyer van het Concertgebouw? Gebeuren dat soort dingen ook? Van, hey Frans, anders ga jij even bij de EU... Sorry, ik heb niet zo snel geleerd als jij het dan had, maar... Ja, ik ben een praktisch mens. Dus er zijn altijd mensen die eindeloos een tijd kunnen voldoen als Ajax tegen Feyenoord moet spelen. Om te bedenken wie er gaat winnen. Of mensen eindeloos wie nou minister Timmermans gaat opvolgen. Ik denk, niemand vraagt mij om advies. Ja. En ik kan er wel over nadenken. Ik vind het zonde van mijn tijd. Ik hoor dat wel. Alleen als iemand mij advies zou vragen, dan ga ik eens nadenken. Maar ja, dat is helemaal niet gebeurd. Dus ik ben niet zo van de tijdverspelerij met dit soort speculaties. Vind ik gewoon zonde. Ja. Okay. Maar mensen vragen u toch wel eens om advies? Nou, dan... Kijk, bijvoorbeeld wat ik belangrijk vind... En dat gebeurt dan wel in de tijd, maar dat speelde al een hele tijd geleden... Dat je weet dat de hele termijn van de huidige Brusselse ploeg ten einde komt. Dan als dan natuurlijk, zeker als een, laat ik zeggen, iemand uit de politiek dat vraagt. Wat voor ideeën heb je? Nou, dan weet je ook dat er bij de kabinetsformatie was al afgesproken dat iemand van de PvdA is. En dan zeg je wel, nou, we leven toch een hele onrustige tijd. Dus we hopen wel dat het iemand die toegankelijk is voor het bedrijfsleven. Dat vind ik toch belangrijk. En ook contact houdt met het bedrijfsleven. Hoe gaat dat? Het is in de praktijk is dat dus het VNO-NCW. Of misschien dat er een aantal bijeenkomsten zijn waar bedrijven kunnen komen. Bijvoorbeeld onder leiding van VNO. Of dat als er hele specifieke dossiers zijn. Dat je weet dat de minister dat de commissie ervoor open staat. Om eventueel te benaderen. Maar dan is het ook heel belangrijk welke positie die heeft. Ja, want over het algemeen zal er... Als jij stelt dat ING een probleem heeft, dan moet je natuurlijk bij de commissioner zijn die dat dossier heeft. En dat is natuurlijk geen Nederlander. Maar dan kan het wel helpen als je de Nederlandse commissioner inlicht. Ik zeg, ik ben bij die en die commissioner geweest, maar meneer Timmermans, realiseert u zich dat dit speelt? En die kan dan zeggen, praat eens met die ambtenaar of dat, en zo werkt dat. Ja. Maar u vindt wel dat... Wat u net heeft gezegd over economische sancties en de waarschijnlijkheid dat ze worden verzwaard, dan bent u het met mij eens dat de Europese Unie, de Europese Commissie niet genoeg contact heeft met het bedrijfsleven? Ja, uiteindelijk, ik respecteer dat het uiteindelijk een politieke afweging is. Ik vind dus dat het bedrijfsleven moet aangeven wat eventueel zwaardere sancties voor hun betekent. Dat heeft overigens Hans de Boer deze week ook gedaan. Dat heb je in alle media kunnen lezen. De politiek moet andere punten af... En het tweede punt is, wil ik ook zeggen... Het bedrijfsleven zal erop hameren, niet op een alleingang. Dat heeft toch ook geen enkele zin. Dus de minimale grootte is Europa. Daarbij vind ik het vreemd als Amerika anders reageert. Waarom? Omdat er in mijn exportpositie met Rusland van Amerika is totaal anders dan West-Europa. Denk maar even dat een kwart van het Europese gas, aardgas, komt uit Rusland. Dus daar is toch wel even. Dus er kunnen hele dingen gebeuren die grote consequenties hebben voor landen als Roemenië, maar ook nog een paar andere landen. Dus daarom vind ik het een beetje raar dat die Amerikanen zeggen van jullie moeten veel meer doen als Europa, want die zitten er toch wat anders in. Maar uiteindelijk moet die afweging worden gemaakt in feite door de regeringsleiders in Europa en dan op dezelfde wijze. En dan moeten wij er ons aan houden. En dan hebben we onze input gegeven, dan kunnen we zeggen, ja, ik vind het heel vervelend. Maar zo zit uiteindelijk wat ik noem die stratificatie van besluitvorming in elkaar. En dat heeft natuurlijk een prijs voor het bedrijfsleven, ook voor het Russische bedrijfsleven. U als olie- en gasexpert. Bent u dan wel stiekem een beetje blij als de sancties effectief blijven en
de omzet van Gazprom 40% daalt? Ik ben zelfs veel duidelijker. Ik hoop dat die politieke afweging zo is dat er geen strengere sancties komen. Want ik denk niet dat het helpt. Maar als ze er zijn, bent u dan wel blij dat ze effectief zijn? Ja, wat is effectief van sancties? Ik denk, ik denk niet dat de Russen minder tomaten krijgen of... Dat geloof ik dus helemaal niet. Dus als één blok van de wereld sancties neemt, zijn er altijd wegen omheen. Ja, maar er zit ook een sterke symboolwerking, er zit ook een psychologiewerking. Ja, dus natuurlijk wordt de Russische economie, en je ziet dat mensen investeringen ophouden. Overigens kan je dat de Nederlandse barometers, en ook de landen om ons heen, kan je dat ook weer teruglezen. Dus het is niet alleen de daadwerkelijke invloed, maar ook de psychologische impact. Twee kanten, om de andere partij onder druk te zetten. Dat is natuurlijk wat politici denken. Maar ook, het heeft wel degelijk invloed op onze economie. Maar er is toch één ding belangrijk. Kijk, hoe denken politici? Die denken, wat is het meest vergaande middel? Is militair ingrijpen. Ik noem dat bommen gooien en soldaten sturen. Nou, niemand die dat wil. Dan zeggen ze, oké, wat is bijvoorbeeld heel licht ingrijpen? Nou, dat vind ik al. Vind ik dat gemakwaardiger gepraat of ze dan niet aan het voetballen mee mogen doen. Ik denk niet dat dat enigszins helpt. Dat brengt geen diplomatieke oplossing. Ze worden toch geen wereldkampioen. Dus dan gaan die politici, die gaan kijken, wat zit er in mijn gereedschapskist? Nou, daar zit dus, als je geen militair ingrijpen wil, en je hebt niet van die rare symbolische maatregelen als voor bij sport uitsluiten, nou, dan zie je dat er waarschijnlijk alleen maar soorten sancties in die gereedschapskist zitten. En dan zeggen de politici, laten wij dat maar doen. En dan ziet de bevolking dat wij iets flinks doen en dan zullen de Russen daar last van hebben. Ja, en dan krijg je dat hele probleem van tegensancties. Oh jee, dan mogen we niet meer over Rusland vliegen. Dan moeten we 3 uur lang omvliegen. Dan denk ik, ja, hè? Maar goed, dat is wel de consequentie. En dan mag, vind ik wel, dat je als bedrijfsleven mag zeggen, luister eens, als het er is zullen we het eerbiedigen, maar realiseer je wel even wat de gevolgen zijn. Die zijn niet niks. Ja. Maar we hebben het dus al even gehad over die sancties, over militair ingrijpen wat er... uiteraard niet gaat komen, maar misschien een andere oplossing zou kunnen zijn. Kijk, we zijn voor een groot deel afhankelijk van gas uit Rusland. Vraagt zo'n geopolitieke spanning niet in het algemeen gewoon om een Europees energiebeleid wat meer op onafhankelijkheid van Europa aanstuurt? Het antwoord is ja. Dus we moeten richting een Europees energiebeleid... Ja, maar dat is er dus helemaal niet. Nee. Ja, ze noemen wel stukken Europees energiebeleid, maar... Er is natuurlijk helemaal geen centrale inkoop in Brussel van Russisch gas. Er is in feite nauwelijks coördinatie. Want wie koopt gas in? Dat is bijvoorbeeld Duitsland. En die hebben een bilateraal, of niet nog niet eens op landenniveau. Dat zijn gewoon bedrijven met Gazprom. En hetzelfde verhaal geldt voor Roemenië. En er zit tot nu toe, hebben de landen, die hebben grote moeite gehad om eigenlijk hun energie is zo belangrijk voor de samenleving. Dat ze zeggen, nou, ik zie de Duitsers die zeggen, nou, weet je wat, we hebben al die grote gascontracten met de Russen, die hevelen over naar Brussel. Dat voelt voor hun, nee, dat is te belangrijk voor hun, dus dat willen ze niet. En dat is nou precies het probleem. Dus nu we eigenlijk onder andere omstandigheden zitten, dat je, hè, als je dus een echte buitenlandpolitiek wil voeren, ja, dan zullen we ook wel een echte energiepolitiek met beslissingskracht ook in Brussel moeten hebben. Realiseer het, nu is het nog zomer. Maar we moeten straks wel een winter door. Je zal in Oost-Europa wonen. Ja, dan wil je de verwarming wel aan kunnen doen. Ja, dan denk je, u spreekt nu bijvoorbeeld van collectieve inkoop van energie door Europa. Misschien dat Donald Tusk straks achter de knoppen zit als een energy trader. Maar energieonafhankelijkheid betekent ook over je eigen bronnen beschikken. Vindt u ook dat we zo ver moeten gaan in energieonafhankelijkheid dat we... om conventionele energiebronnen meer moeten aanboren, zoals schaliegas? Ja, ik vind, wat ik dus vind, we hebben natuurlijk heel wat energiebronnen, maar we hebben dus bijvoorbeeld heel veel Gronings gas. Er zit nog iets minder dan de helft vol. Maar die wil je niet in één keer, je zou heel veel kunnen produceren. Maar als je het in één keer produceert, is het op. Dus heeft misschien ook iets heel onrechtvaardig ten opzichte van de komende generatie. B, er zit ook nog een heel verhaal van aardbeving en de NAM, dat zit er ook nog allemaal achter. Dus dat heeft dus allerlei andere consequenties die je niet aantrekkelijk vindt. Als je dan naar dat hele Europese energiesituatie kijkt, vind ik eigenlijk dat je wil in ieder geval weten dat schaliegas, wat in Amerika enorm succes is, veel lagere gasprijzen dan in Europa, dus eigenlijk wordt daar Amerika minder afhankelijk van importen
van elders. Daardoor kunnen we dat in Europa doen. Is het verantwoord? Kan het in zo'n vol Europa? Want Amerika, ik heb daar gewoond en gewerkt. Het is echt een stuk leger dan hier. Je wil althans weten wat onder je voeten zit. Want dat heeft toch ook geopolitieke consequenties. Dan kan je dus bijvoorbeeld zeggen, luister eens. Rusland, wij willen natuurlijk best langdurig van u kopen. Maar als u dat niet wilt, dan gaan wij dat hier zelf ontwikkelen. En je weet ook uit je ervaring, als je eenmaal dat schaliegas helemaal ontwikkeld hebt, dan ga je dat dus produceren. Maar wat ik dus raar vind en onwezenlijk vind, dat in een aantal Europese landen, en in Nederland zit er eigenlijk, we hebben dan een heel zorgvuldig proces, maar dat duurt dus eindeloos. Ik vind in ieder geval dat je moet weten of we de potentie hebben. En als de potentie is, dan heb je de eerste vraag, is het er? En de vraag twee, kunnen wij, als het er is, kunnen wij het produceren tegen acceptabele milieuproblemen? Want als het dicht bij de grondwater zit, dan voelt niemand zich daar prettig onder. Maar als het heel ver van grondwater zit, misschien voel je je dan wel prettig. En hoe gaan we dat dan doen en wat is de impact op de gemeenschap? En dan blijft er nog een derde verhaal over. Ja, je kan natuurlijk eindeloos allerlei maatregelen nemen en ieder risico proberen uit te sluiten. Maar op een gegeven moment wordt het dan misschien te duur. En dan zeggen de mensen, dat willen we ook niet. Dus je ziet hoe moeilijk het dilemma is. Maar nogmaals, de eerste stap is, als je een beetje gevoel van succesvolle natie hebt, dan willen we in ieder geval ondernemend genoeg te zijn om te weten wat we hebben. Voordat ik daar mijn vraag ga, ik zie dat we een publieksvraag hebben. Ja, dankjewel. Meneer Van der Veer, u heeft het nu met de heren over schaliegas bijvoorbeeld. Maar dan zijn we volgens mij weer aan het praten over een energiebron die misschien voor de komende tientallen jaren relevant is. Wat is in uw ogen nou de energiebron van de toekomst? Ja, ik denk, het systeem wat Shell ook altijd gebruikt, dat begrijp ik nog steeds voor mezelf. Dat iedere energiebron, die kan je in drie aspecten bekijken. Het eerste, is het ter beschikking? Nou, dan hadden we het net over schaliegas, is het er wel of niet? Je kan ook denken, er zijn geen landen die geen aardgas hebben. Er zijn Arabieren die heel veel olie hebben. Dus dan zit het onder je eigen voeten. Dat zit altijd mee. Hè? Dus is het available? Dan de tweede A, iedere energievorm, dan is het acceptabel? Nou, acceptabel kan zijn. U denkt misschien aan CO2. Ja? Je kan ook denken, is het acceptabel? Denk even aan schaliegas met grondwater. Denk even aan kernenergie en de afvalstromen daarvan. Ja, dus iedere energievorm heeft zijn eigen plaatje. Maar er zitten altijd nadelen aan. Er is geen enkele energievorm die geen nadelen heeft over het A van acceptabel zijn. Of je zit bijvoorbeeld, denkt u maar aan zonne-energie, die doet het s'nachts niet, dan moet je het weer opslaan, dan heb je weer alleen materialen voor nodig. Dus dat zit in die A van acceptabel. En de derde is affordable. Dus de ene energievorm is, nadat je de eerste twee A's natuurlijk hebt afgedekt, is gewoon goedkoper of duurder per eenheid dan de rest. Nou, zo kan je iedere energievorm kenschetsen. En wat je dus nu ziet, daar is niet iedereen mee eens, maar de meeste mensen wel, daar werk ik ook bij. Er zit dus een gigantisch CO2-probleem in de wereld, wat we ook nog alsmaar aan het groter maken zijn. Dat zijn de greenhouse gases. Nou, we hebben de Kyoto's afgesloten. Nou, u mag zelf kijken of dat helpt. Nou, ik denk dus niet dat het genoeg helpt. Dus je zit met de hele klimaatverandering. Dus er zit een gigantisch probleem met CO2. Dus daarom, en daar sta ik dus ook achter, je moet dan proberen de samenleving in het Westen, dat je die dus maakt, dat wij een goede economie behouden, maar met veel minder CO2-uitstoot. En je moet zorgen dat de samenlevingen die groeien in de ontwikkelingslanden, dat ze dat zo min mogelijk doen met additionele CO2. Nou, als je dat hele plaatje doorkijkt, en je kan niet in één keer het hele systeem overboord gooien. Als wij afspreken met de hele wereld morgen stoppen met het gebruik van kolen, heb je direct heel veel armoede en ellende en geopolitieke problemen. Dus dat kan niet. Dus je moet naar een pad komen wat waarschijnlijk over 40 of 50 jaar dus veel minder CO2 geeft. Nou, dat noemen we normaal de hernieuwbare energie. En dan moet je denken hoe je de tussentijd overbrugt. En in dat verhaal, denk ik, speelt schaliegas een rol. En je moet die tijd gebruiken om de hernieuwbare energie veel goedkoper te krijgen. Ja, want offshore wind, met alle respect, komt overeen met een olieprijs boven de $200 per barrel. Ja, dat betaal je wel met elkaar als samenleving. Dus wat moet je dan, wat doen we dan? Gaan we heel veel daarvan bouwen en subsidiëren?
Of zeggen we met alle technische universiteiten, maar ook hier in Amsterdam, want er zitten natuurlijk ook allerlei andere aspecten aan vast, kunnen wij niet bedenken hoe wij offshore wind tegen $100 per barrel krijgen. Want ik denk dat het best mogelijk is, maar dat lukt je niet. Hè? Je kan ook niet één keer zeggen, we gaan vliegen en morgen bouwen we een Boeing 747. Nee, je moet dan door een aantal ontwikkelingsstadia heen. Dus dat is de essentie. Maar dus wel de schone energie, zoals wind, zonne-energie. Ja, daar zegt maar iedere vorm van wind, al denken we nu dat die schoon is, heeft ook weer nadelen. Ja. Denk er maar aan die windenergie. De meeste mensen willen het al niet op land hebben, maakt het lawaai. Je bent bezorgd over vogels. En er kunnen ook weer schepen tegenaan varen. En je moet ook nog een systeem verzinnen hoe het gaat wanneer er geen wind is. En wie betaalt voor die kosten als even de windproductie tegenvalt? En dat zijn behoorlijk complexe vraagstukken. Dat is geen reden om nou niks aan te doen, maar je hebt wel even tijd om dat dus beter te krijgen. Ja. Dank u wel. Meneer Van der Veer, u zei net eerder van als ze mij advies vragen, dan ben ik er voor ze. U bent ooit begonnen bij Pernis. Wordt u nog wel eens advies gevraagd door Pernis, de raffinaderij? Nou, zo'n tijd. Het laatste zijn we weer een nieuw veiligheidscentrum geopend. En ik kon toen niet komen. Maar ik heb dus aangeboden dat ik daar nog een keer separaat naartoe ga. Nou, dat noem ik geen advies vragen. Want het gaat niet zo heel goed met Pernis. Er worden veel fabrieken, afdelingen gesloten. Door onder meer overcapaciteit. Waar heeft het mee te maken? Ja, maar daar gaan ze mij niet het advies voor vragen hoor. Dat is, die weg is weg, noem ik dat. En dan vind ik ook, die moet je enorm mee oppassen. Dus de mensen die daar nu zitten, moeten daar besluiten in nemen. Als je natuurlijk wel, ik ken wel de industrie, dus wat zie je? Er is weinig groei in de Europese economie. Nou, dat is op zich geen fijn nieuws, maar dat is, maar ik verwacht ook niet, ik denk dat de groei best hoger kan dan nu. Ik denk ook dat Nederland makkelijk boven de 2% kan komen. Ik denk dat we ook wel eens wat ambitieuzer mogen zijn. Maar de energiebesparing, met name ook op het gebruik van olieproducten, ja, die zit ook in bijna diezelfde orde van grootte. Dus wat zie je? Dat in feite er geen behoefte is aan meer raffinagecapaciteit of zelfs minder, omdat traditioneel ook Europa, wij exporteerden, wisten veel mensen niet, bijvoorbeeld zomers altijd benzine naar Amerika. Nou, die markten vallen weg. Dus je zit in een stuk overcapaciteit. En dan moet je dus nadenken, welke raffinaderijen zijn nou sterk in de toekomst? En dan kom je toch al, zei ik dat vaak, grote raffinaderijen zijn beter dan kleine. Grote raffinaderijen die ook heel nauw samenwerken met chemiecomplexen. Dus bijvoorbeeld Shell Moerdijk, waar je dus in feite, dat eindigt dan allemaal in producten. Denk maar aan plastics of verpakkingsmaterialen enzovoort. En die zijn ook beter. En je komt eigenlijk altijd met raffinaderijen die op zowel zee, wegen, spoor, op goede knooppunten liggen. En dan denk ik, ja, Pernis, dat moeten de huidige machtshebbers bedenken. Maar ik heb dan een heel veel andere raffinaderijen die niet aan al die voorwaarden voldoen. Dus Pernis heeft alsnog een unieke positie volgens u? Wat in het midden? Nou ja, dat is dus, dat ze moet, nogmaals, dat moeten dus de huidige mensen moeten dat beoordelen. Maar als je dus gewoon even het logische rijtje afwerkt, dan krijgen ze 3 goede tikken. En dan moeten we zorgen dat de mensen natuurlijk gewoon goed doen. Ja. Want in het Midden-Oosten worden nu ook allerlei raffinaderijen gebouwd die ook toch wel marktaandeel overnemen. Ja. U zei net op de publieksvraag, 2050, 60 zitten wij op duurzame energie. Als ik zeg in 2060 is Pernis een museum. Nou dan, kijk, het eerste is het probleem. Als het probleem lekker makkelijk was, hoeven we er ook niet zo lang over praten. Maar een paar basisfeiten. In 2060 is het energieverbruik, dus niet het olie- of gasverbruik, het energieverbruik in de wereld is verdubbeld, aannemende dat er heel veel extra energiebesparing komt. Anders is het meer dan verdubbeld. En waarom is dat? Je gaat van 7 naar 9,5 miljard mensen. Dat is geen verdubbeling. Maar je krijgt een gigantische middenklasse. En wat je ook doet als je uit armoede komt naar middenklasse, verbruik je iets extra energie. Misschien rij je een veel zuiniger auto. Hè, maar denk nou even aan alle Chinezen. Hè. We zijn pas net ergens 100 miljoen auto's in China. En er zijn dus nog honderden miljoenen Chinezen die ook graag een auto willen hebben.
En zo kan je ook naar India gaan en die rij je dan misschien in zo'n klein Tataatje of zo'n nanootje. Hè, maar hij blijft energie verbruiken. En dat veroorzaakt die verdubbeling van het energieverbruik. En als je daar dus ook, als je dan naar 2060 kijkt, ook al zie je een enorme toename, want ik verwacht een hernieuwbare energie, met een verdere versnelling eigenlijk, als we iets verder weg zijn, omdat dus die vormen van windenergie, ik denk dat het echt gaat lukken om die goedkoper te krijgen. Maar dan zal je zien dat je het systeem niet snel genoeg overgeschakeld krijgt om te zorgen dat je helemaal geen olie en gas meer nodig hebt. Dat die tijdstermijnen zullen langer zijn. Dus er zijn nog een aantal raffinaderijen over. En laten wij nou hopen dat wij het als Nederlanders zo goed doen dat Pernis daarbij hoort. Dat zou ik nou willen. Ja. Want u zegt zelf, de vraag die zit hem en die groei zit hem in de BRICS-landen, in China, India. Die mensen laten hun olie niet raffineren in Rotterdam en Shanghai. Maar ik verwacht dus als je in 2060, ja, jullie zullen het wel meemaken, maar ik weet niet of ik dat haal, ik denk het niet eigenlijk. Maar ik denk als je hier dus rondloopt, dan zie je een mix van elektrische auto's, misschien wel waterstofauto's. Misschien wel, ik denk dat Groningen nog steeds niet leeg is, dus je kan ook nog autootjes op aardgas hebben. Maar ik denk ook dat je hele zuinige diesels kan hebben. Dus die bijvoorbeeld 1 op 50 of 1 op 60 rijden. En dan als je dat per jaar uitrekent, dan zit de footprint qua milieu, ja, die is dan ook weer een stuk minder dan van nu. Ik denk dat je al die vormen van transport naast elkaar ziet. Ik denk niet dat je één soort oplossing hebt. En, zou je dan, en dan heb je dus nog steeds een raffinaderij nodig. Zou je dan rijden in die dieselauto of in die elektrische auto? Nou, ik ben een Hollander, dus ik blijf eerst te rekenen. En er zit altijd de staat tussen, die kunnen met belastingen werken, hè, met accijns op benzine. Ik denk dat ik daar weinig hang-up over heb. Ik heb niets van, onder het groep, ik heb vroeger bij Shell gewerkt, dus ik zal en ik moet. Nee, je moet je natuurlijk aanpassen wat goed is en wat logisch is. En tegenwoordig kan een Tesla volgens mij zeer fiscaal aantrekkelijk worden. Rijdt u dan ook in zo'n Tesla? Of, Ja, ik zet wel vraagtekens achter enorme subsidies. Kijk, om iets van de grond te krijgen heb ik helemaal geen moeite mee. Trouwens, subsidies voor research, voor hernieuwbare energie, bijvoorbeeld aan universiteiten, daar ben ik zelf sterk voor. Maar om een vorm van energie goedkoper te rijden, moet je enorm mee oppassen. Denk nou even na aan een Tesla. Als die elektriciteit gebruikt en als de additionele elektriciteit in Nederland betekent dat we meer kolen en kolencentrales verstoken, dan doe je als overheid in feite iets vreemds. Want je bouwt dus die elektriciteitsvorm, die lever jij. Dus wat is de marginale inzet van elektriciteit in Nederland? Nou, dat is waarschijnlijk wel kolen. Die lever jij dus eigenlijk op een weinig milieuvriendelijke wijze. Maar u als Tesla-rijder krijgt een enorme subsidie. Nou, dat vind ik weinig ketendenken van de overheid. En zo zijn dus we zitten niet te wachten op een ramp vol met Tesla's. Nou ja, dus de kosten per ton CO2-besparing in Nederland zijn buitenproportioneel duur. Vergeleken, als je dus kijkt met de bijzondere verbruiksbelasting en al die andere vormen. Ten opzichte, je had dat geld, datzelfde hoeveelheid geld in Nederland die we daarvoor hebben gebruikt, die hadden we heel anders kunnen aanwenden. Dan hadden we veel meer CO2 kunnen besparen. Dus ik vind wel dat de overheid zorgvuldig met ons belastinggeld moet omgaan. En vraagt het dan om een soort Duitse energiewende? Of ga ik dan te hard... Nou, daar speelt diezelfde discussie. Die Duitse energiewende, die zitten dus een beetje wat met die vraagsteller was. Dat je, die hebben dus heel veel relatief dure energie gebouwd, dankzij subsidies. En nu komen daar een aantal nadelen. Ja, dus ik ben natuurlijk, wat dat betreft, kan ik hier met een glimlach op mijn gezicht zeggen, een echte Delftenaar. Ik denk dat je eigenlijk eerst moet inzetten op research en ontwikkeling om die hernieuwbare energie goedkoper te krijgen. En tegen de tijd dat het commercieel is, dan gaan mensen er zelf veel van kopen. En dan heb je een veel groter conversie-effect voor vermindering van CO2. We hebben een vraag aan het publiek. Ja. Meneer Van der Veer, ik ben benieuwd naar uw tijd als bij Shell. U heeft gestudeerd, net als uw collega's, ambitieus. U heeft het geschopt tot CEO en heel veel collega's niet. Wat denkt u dat uw kwaliteit of kernkwaliteit is die, die het verschil heeft gemaakt? En anderzijds, in uw tijd als CEO van Shell, in hoeverre bent u dan ondernemer of alleen manager? En wat zijn de verschillen precies? Welke kwaliteiten komen daaraan te pas?
Ja, ik vind dat altijd een moeilijke vraag, want ik vind mezelf niet zo bijzonder eigenlijk. Dus, ja, als je daar even terugkijkt. Uw positie was natuurlijk wel bijzonder. Ja, maar je was begonnen bij Shell. Ik behoorde niet bij het luie volk, hè, dus ik vind opstaan nog steeds heel vervelend, maar ik doe het iedere dag. En best wel vrij vroeg, dus dan ga ik gewoon hard aan het werk. Dat was één ding. Het tweede is, ja, dat toont ook al aan, ik heb economie in de avonduren bij gestudeerd. Dus er zat wel, ook zeker in mijn jonge leeftijd, ik absorbeerde ontzettend veel. Ik las ook hele verschillende dingen. Ik las ook heel veel, ook al in die tijd al, boeken die in feite tegen Shell waren of tegen de industrie of... Dus ook allerlei moderne filosofen die nou niet meer modern zijn. Dus er was wel een soort belangstelling altijd voor het totaal anders denken. Wat over samengaat met je belangstelling voor het buitenland. Ik denk dat dat helpt. Dat je dus heel veel verschillende signalen inneemt. Het tweede is, wat helpt bij een groot bedrijf, is dat bedrijven zoeken altijd mensen om buiten je eigen werk iets extra's te doen. Dat kan een ondernemingsraad zijn. Het kan een projectteam zijn. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, luister eens, ik wil om 5 uur naar huis en dat. Want over het algemeen zijn al die extra werkzaamheden, die zijn net na werktijd of 's ochtends vroeg of je moet er 's avonds wat aan doen. Ik vond het altijd wel leuk. Later heb ik ook veel sportverenigingen gedaan, dus in besturen. Dus dat is het soort werk, want ik vond dat niet vervelend. Dat deed ik niet om carrière te maken, maar gewoon omdat daar mijn belangstelling lag. Maar als ik achterom kijk, heeft dat wel geholpen. Dus het was niet een carrière motief, dat heeft wel geholpen. En denk ik, het laatste is ook je kansen zien. Ik weet wel, ik werkte in het buitenland en toen moest ik voor de eerste keer terug naar Pernis. En toen zei ook iedereen... Nou, ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk, want ik vond het heerlijk in het buitenland werken. En ik had al pas een paar gehad en dan moet ik weer terug naar Nederland. Maar goed, toen begon ik wel... En Pernis liep toen niet lekker, dat wist ik. Dus heel veel mensen zeggen, dat moet je niet doen, want het loopt niet lekker. Toen dacht ik, nou ja, als ik dan raffinaderijmanager word, hè, dan... En het lukt mij wel om dat bedrijf weer lekker te laten lopen. Hè, dat voelt wel goed. Eigenlijk niet eens zozeer ook om dan nog hoger te komen, maar dat... Die uitdaging zag ik wel zitten. En dan, ja, dan helpt het ook dat je snel kan ja zeggen. Hè? Niet van die mensen van, nou, ik ga nog eens overleggen en dit en de voorwaarden en wat is het salaris. Zo was ik dus nooit. Hè? Ik dacht dan even na en dan zei ik tegen een baas ja. En dan zei die baas dan, wil je nadenken? Nee, ik zeg, ik heb net mijn antwoord gegeven. Ja. En dan de laatste factor, en die meen ik dus echt, je moet ook een stuk geluk hebben. Dat heeft dus niks met jouw capaciteiten te maken. Precies op het goede moment, ergens op de goede plaats, ter beschikking zijn. Dat helpt ook enorm. Nou, dat zijn zo'n beetje de ingrediënten. Wat waarschijnlijk wel helpt, maar wat ik heb ook zwakke punten. Dus iedereen lacht altijd nog om het Engels wat ik spreek. Nou, ik doe daar enorm mijn best op. Maar ja, maar dus blijkbaar kan je er toch komen, ondanks dat ik heel veel extra Engelse lessen heb genomen. Dus ik heb er wel mijn best op gedaan. Dus het is niet zo dat je... Je kan wel je zwakheden hebben, maar je moet daar weten om mee om te kunnen gaan. Maar als ik Engels nu had gesproken, dan kan iedere nationaliteit wel heel goed verstaan wat ik zeg. Hè? En daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om dat perfecte accent. Ja. Ja, ik wil eigenlijk bedankt voor je vraag. Ja. We zijn helaas alweer bijna door het uurtje heen. Ik wil eigenlijk met een mooie anekdote afsluiten. Dan ben ik ook benieuwd hoe u daar in het Engels eigenlijk een beetje uitkwam. Ja. Want u zat in 1997 in Houston, midden in een vergadering met uw Amerikaanse collega's. En blijkbaar hoorde u toen dat de Elfstedentocht door zou gaan. En het schijnt dat u toen direct de vergadering heeft verlaten, uw koffers heeft gepakt en terug bent gevlogen naar Nederland. En 5 minuten voordat de inschrijving sloot, heeft u zich nog weten aan te melden daar. Hoe heeft u dat uw Texaanse collega's uitgelegd destijds? Nou, het klopte bijna. Ik kwam op die donderdagochtend terug uit Mexico. Het was net nieuwjaar geweest en ik was daar met onze kinderen geweest. En toen donderdagavond 9 uur, Nederlandse tijd, hoorde ik dat de Elfstedentocht doorging in Nederland.
En ik had wel ook die dag contact gehad met mijn collega's. In Amerika check je altijd even met je werk, bla bla bla. Ja. Maar die was zaterdagochtend. En toen dacht ik, jeetje, hoe kom ik aan de start? Nou, lang verhaal, dat is heel erg moeilijk. Want Houston is nog 3, 4 uur verder vliegen dan New York. En ik wist dat mijn schaatsen naar Haag lagen. En ik dacht, moet ik in Leeuwarden zijn? Om een lang verhaal kort te maken, ik stond zaterdag aan de start. En toen was zondag ben ik weer teruggevlogen. En ik heb uitgereden ook, voor de goede orde. En toen was ik maandagochtend, zat ik weer in een boardmeeting. En wat is nou het leuke verhaal, is dat mijn voeten waren een beetje opgezwollen. Dus ik had onder de boardmeeting had ik mijn schoenen uitgetrokken. En bij een van de pauzes om naar de wc te gaan, liep ik op mijn sokken. En dan zeggen ze, een van mijn collega's, waarom loop je op je sokken? Ja, en ik zeg, ja, ik heb het weekend, I've been skating a bit. En hij zegt, ja, ja, zegt hij, ik zat gisteren op CNN te kijken. En dan zei hij, those idiots in your country, de idioten in your land, die hebben 5 keer de marathon geschaatst op 1 dag. En dus ik zei, ja, en ik was daar één van. Hij loopt eerst door en draait zich om. Was je aan het schaatsen in Nederland? Ja. Zegt hij, dat kan niet. Ik was donderdag, sprak ik je nog. Nee, ik zei, ja, ik ben op en neer geweest. Nou, dat vonden zelfs Amerikanen die niks met lange afstandsschaatsen begrijpen of hebben, die vonden dat toch indrukwekkend. Die vonden dat toch mooi. Ja. En als het dit jaar weer doorgaat, staat u dan weer aan de start? Of, Nou, ik zeg al, ja, ik word een beetje ouder. In ieder geval start ik. In ieder geval starten en dan kijken hoe ver we komen. Nou, het is in ieder geval heel mooi om dat te horen. Ik wil u graag heel erg bedanken dat u hier was vandaag. En voor alle interessante verhalen. Voor iedereen in de zaal. Als jij denkt, dat lijkt me nou ook hartstikke mooi dat interviewen. De sollicitaties zijn weer open. Je kunt ergens een mailtje naar sturen. hr@cefa.nl met je motivatie. En dan wellicht zit jij hier binnenkort ook op de bank met een politicus of een captain of industry zoals Jeroen van der Veer. Volgende week hebben we 2 sessies. Allereerst hebben we op dinsdag gaan we het hebben over de economie van immigratie met Jacques Poot en Joost Niemuller. En op woensdag blikken we terug op Prinsjesdag met Martin Visser en Ilke van Ark. En voor nu wil ik graag een heel warm applaus voor Jeroen van der Veer. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.